Davina Filtjes, we staan hier in op Skessin na de match tegen Frankfurt. Topaffiche voor jullie tegen de winnaar van vorig seizoen van de Champions League. Hoe is het allemaal meegevallen? Ja, we wisten dat het niet makkelijk ging zijn. En, ja, ik denk dat we toch goed in blok zijn gebleven. Okay, ja, ik heb daar een beetje een foutje gemaakt. Een penaltyfout, die neem ik een beetje op mezelf. Ik had, ja, ik dacht dat ik er nog bij ging zijn en ik heb me iets getrokken. Iets te laat? Ik trok me terug en het was te laat. Dus. Maar ik denk dat we de tweede helft dan weer goed in dat blok zijn gebleven. En ja, oké, die goal die is dan weer een beetje. Die werken we dan weer niet weg, die bal. Ja, je redt op de lijn? Ja, ik redde die bal op de lijn. Ja, en dan spelen we hem niet weg en dan scoren ze. Oké, ja, we weten dat zij zo kansen dadelijk afmaken. En ja, oké, het is nu zo. En naar de volgende match, denk ik. Ja, het resultaat 0-2, al bij al, valt dat mee. Maar je lijkt toch niet echt tevreden, vind ik. Nee, ik denk... Zat er meer in? Ik denk als ik misschien die fout niet had daar gemaakt, dat het misschien een heel andere match was. En misschien was het dan 0-0. Of ja, ik kan nu speculeren en ik kan niet zeggen oké, okay, maar ja, denk je dat het 19 minuten 0-0 kon blijven? Ja, ik denk dat we goed in blok zijn gebleven en ik denk dat we daar niks op verkeers op kunnen zeggen. Alleen offensief konden we niet genoeg brengen. Mm-hmm. Maar ja, met zo'n ploeg die toch professioneel is, en denk ik dat we ons toch goed verweerd hebben. Jullie missen vooraan een Tessa Wildaert, een Vanity van vorig jaar? Ja, toch wel. Ik zeg niet dat Sanne het niet slecht doet. Ze werkt heel hard voor de ploeg en zo. Maar ja, je mist de snelheid van Vanity, de snelheid van Tessa. En het doelgerichte van hun. En oké, okay, ja, dat is nu zo, dat wisten we. Mm-hmm. Dus dan moeten we andere oplossingen zoeken. Ja. Dan nu zaterdag al spelen jullie topmatch in de Super League tegen Anderlecht, 1-2, de klassico van het vrouwelijke voetbal. Hoe zie je dat? Want de spanning is misschien iets terug in het Belgisch voetbal, met Lierse ook dat dichterbij komt. Of zie jij dat anders? Ja, nee. Het is natuurlijk spannend tussen Lierse en Anderlecht. Doet het goed, Gent doet het ook heel goed. Mm-hmm. Ik denk dat we nu onze knop moeten omdraaien en ons focussen op Anderlecht. En ik denk, ja, we moeten van ons eigen, we spelen thuis, dus dat is een beetje een voordeel. Maar jullie moeten winnen? Ik wil alles winnen, dus. Dat is de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling, ja. Ook volgende week in Frankfurt? Dat gaat moeilijk zijn, maar je moet altijd positief naartoe gaan. Ja, jullie hebben de ervaring van te spelen in Potsdam onder andere. Je hebt al een aantal verplaatsingen Europees meegemaakt. Is dat belangrijk voor jullie? Ja, die ervaring die speelt altijd wel een beetje mee. Maar ja, we hebben ook onervaren speelsters en de ervaren speelsters moeten die dan een beetje op. En ik denk dat als je ziet een Davinia en een Juna, dat die vandaag heel goed hebben gevoetbald, zich goed hebben verweerd tegen zo'n topploeg. Volgende week is het in Frankfurt. Iets totaal anders. Dat is totaal anders. Ik denk dat ze nu ook meer gereserveerd gespeeld hebben en dat ze daar dan wel in de volle aanval zullen gaan. Ja. Dan tenslotte met de Belgian Red Flames. Jij stond in de ploeg ook tegen Bosnië. Jullie hebben daar mooi 6-0 gewonnen. Goede start voor de nieuwe campagne. Binnenkort, eind deze maand, gaan jullie naar Hinder. Hoe zie je dat allemaal voor deze keer, voor deze campagne? Ja, natuurlijk. Geeft ons een boost dat je de eerste match wint. Mm-hmm. Thuis dan nog met 6-0. Maar ik denk dat je altijd een achterhoofd moet houden dat in Bosnië gaat het waarschijnlijk niet makkelijk zijn. En dat er geen makkelijke wedstrijden zijn. Okay, Engeland wisten we dat gaat sowieso een moeilijke wedstrijd zijn, maar die andere moet je... Ja, die moet je gewoon winnen. Die moet je winnen en dat zijn niet de makkelijkste. Ja. Ja. En tegen wie speel je liever? Tegen Frankfurt of tegen Bosnië of Servië bijvoorbeeld? Of maakt dat niet uit? Ik speel toch liever tegen een topploeg. Dat is spannender of... Ja, dat geeft je zo... Kunt je je kwaliteiten zo'n beetje vergelijken van oké, kan ik dat aan of kan ik dat niet? En ja, oké, ik zeg niet Bosnië en Servië, die wil je natuurlijk ook spelen en die zijn ook
anders. Die zijn gewoon anders en waar je ook die focus moet leggen. Ja. Ja. En heeft het hier ook te maken met het feit dat er meer publiek is, dat dat aantrekkelijker is? Nee, oké, dat is tof dat er zoveel mensen komen kijken en die hun samen naar de overwinning willen duwen. Maar elke match moet je spelen. Als je een winnaarsmentaliteit hebt, wil je alle wedstrijden winnen. Oké. Ik dank je, veel succes voor het vervolg. Dank je wel. Dank je.